dat de eerste sneeuw verdwenen is. In december 2018. Het is alweer aan het dooien. Ja, wie weet, krijgen we nog wel meer. Hallo allemaal, je zag het zojuist al, de pompoen. Ik had beloofd dat ik dat nog verder zou laten zien. De stukjes die ik met de kaasschaaf gesneden had, die heb ik, pak een beet, denk 6 uur laten drogen. Ik geloof dat die 6 uur had moeten draaien. Die ga ik er nou uithalen en ik ga de laatste stukjes snijden en erin leggen. En datgene wat ik eruit heb gehaald, dat ga ik malen. Nou, je kan zien dat ze heel erg geslonken zijn. Dit gaan we zo meteen tot poeder malen. Ik ga even een potje pakken en dan kan alles in een potje. Ik doe het even in een wekpotje. En als ik het dadelijk gemalen heb, dan doe ik het in een ander potje. Het zal ook wel een wekpotje worden, maar een kleiner potje. En nogmaals, als er stukjes zijn die niet helemaal gedroogd zijn en je hebt het gemalen tot poeder en je merkt dat het nog een beetje vochtig is, smeer dat dan eventjes uit op zo'n bakpapierblaadje en schuif dat even in de oven en laat het op die manier nog even drogen. Dan weet je zeker dat het droog in een potje gaat, want een klein beetje vocht, dat kan al funest zijn voor schimmel. Ja, voordat ik het in de maalmachine doe, leg ik eerst de andere stukjes in de droger. Dan kan ik die vast aanzetten. En de roosters hoeven het niet schoongemaakt te worden, omdat ik weer pompoen ga gebruiken nu. Dus alleen schoonmaken als je wat anders erin gaat leggen. En na gebruik schoonmaken. Zo, de pitjes halen we er even uit. En ik ga deze eventjes alle vier even schoonmaken. En als ik ze reepjes gesneden heb, dan zie ik jullie zo terug. Ik zet hem wel op zijn hoogst. In dit geval is dat 70 graden. Dat is hoger gaat deze niet. En ik laat hem dus 6 uur draaien nou. Zo, we gaan de gedroogde pompoen malen tot poeder. Nu ook weer niet te vol. Door een beetje ruimte over te houden, maal het ook veel beter. Even alles lekker bij elkaar gegooid. Leuk potje gevonden met in te doen. Thank you.
En dan is dit het eindresultaat.